Goeiedag, het is vandaag 14 april, de 30ste dag van de quarantaine en ik sta vandaag bij de sportattributen van mijn echtgenoot. Die doet namelijk aan de schermsport en ook dat ligt natuurlijk al een tijd stil. Ik ben vandaag hier gaan staan omdat ik vanmiddag een les heb opgenomen voor de eerste klas over de Olympische Spelen. En de Olympische Spelen zijn ook in verband met corona uitgesteld. En dat is wel een unicum, dat is nog nooit eerder gebeurd. De moderne Olympische Spelen zijn wel 3 keer gestaakt omdat er oorlog was. Ja, de show must go on eigenlijk altijd. Dus de Olympische Spelen die uitgesteld worden, dat is wel iets heel unieks en bijzonders. En eigenlijk heel jammer. Heel veel sporters waren natuurlijk uiterst teleurgesteld, want je werkt ergens naartoe. Je moet pieken op het juiste moment, je moet je blessures onder de duim zien te houden. Je moet je tegenstanders in de voorrondes zien te verslaan. En als je alles gedaan hebt en alles is gelukt, zoals Epke Zonderland bijvoorbeeld, dan gaat het opeens toch niet door. En dan moet je je spanningsboog nog een jaar verder uitstellen. En dat was best ingewikkeld voor die sporters, denk ik. De Olympische Spelen in de oudheid waren toch wel wat anders van karakter. Er mochten alleen mannen meedoen. Vrouwen waren niet toegestaan. En om te bewijzen dat ze man waren, moesten ze ook naakt sporten. Dat was toen nog iets waar niet gênant over werd gedaan. De gêne over naaktheid is eigenlijk pas gekomen door het christelijke normbesef. Maar die Grieken die sportten dus naakt en het waren alleen mannen. En ze deden dingen als verspringen, hardlopen. Ze hadden een hoop plitodromos, waarbij ze met volle bepakking moesten lopen. En ze hadden ook paardenraces. De prijzen waren een olijftak en eeuwige roem. En vaak kreeg je ook een standbeeld. Mocht je altijd vooraan zitten in het theater en dat soort voorrechten kreeg je dan. Dus de Olympische Spelen die zijn uitgesteld. Het nieuws was al een tijdje bekend, maar het leek me vandaag interessant om daarover te hebben. Verder is het zo dat ik boven de 500 euro zit met mijn fundraising actie. Dus geweldig, hartstikke fijn. Ik ga vanavond het bedrag overmaken. Het is 520 euro geworden. Heel erg blij met jullie bijdragers. Hartelijk dank daarvoor. Super fijn. Dit was de blog van vandaag en tot de volgende keer maar weer.